Het was extreem nat afgelopen maand. Het was de natste oktobermaand sinds 1906. En we hebben echt alle zeilen moeten bijzetten om dit te beheersen. Er werden noodpompen geplaatst om regenwater weg te pompen en polders onder water gezet. Daardoor is het toch, is het toch allemaal goed gemanaged en hebben de mensen, de bewoners, geen wateroverlast gehad. We vinden het eigenlijk vanzelfsprekend dat we droge voeten houden, ondanks die hevige regen. Dat is Nederland toch? Ja, dat hoort erbij. Nee, ik maak me geen zorgen over. Het hoort bij de herfst, maar het was deze maand was het wel pittig. Ik heb er geen last van gehad, gelukkig. Maar zo vanzelfsprekend zijn die droge voeten niet. We zetten ons hele systeem in. We zorgen ervoor dat de pompen op volle kracht kunnen draaien. Maar met al die hoosbuien en de enorme bouwplannen kun je dat niet meer garanderen. Dus we hebben ook ruimte nodig om het water af te voeren. Je kan echt niet meer alles volzetten in dit gebied. Daar ligt een taak voor gemeenten en bewoners. Door zoveel mogelijk die sponswerking van de bodem te stimuleren. Tegels eruit, planten erin. Ja, ze hebben het dus over die tuinen. Dat die tuinen zo vol met tegels zijn. En dan heb je een hele slechte van mij, want mijn tuin is helemaal bestraat. Dus. Mijn dochter, maar die heeft toch ook straks droge voeten. Dat zou ik graag hebben. Dus ja, wel mee bezig, zeker. Ik heb maar één bloembak, dat wel. We zetten vandaag extra molens in op verzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Want zoals je hier in de buurt kunt zien, de akkers staan vol met water. Er is heel veel wateroverlast. En we hebben een overeenkomst met het Hoogheemraadschap om te helpen als het nodig is. Op dit moment zijn er zeker 7 molens actief. Waarvan 6 van onze stichting in verschillende delen van het noorden van Zuid-Holland. Ja, als je niks doet, ja, dan zit je straks met de gebakken peren. En die gebakken peren, dat is wateroverlast, tunnels vol met water, huizen die onderlopen. Je moet dat zien te voorkomen.